Er waren nog eens tijden, hè. Vroeger, toen de knaken nog van hout waren en de politie nog op verkes reed. Vroeger, toen er nog echt spannende dingen gebeurden in Esbeek. En niet naderhand werden verzonnen door Jan van Helvoort. Toen in de Prins Hendriklaan nog drempels lagen in plaats van kuilen. En vroeger, toen Wim Bigel nog een schoon hooi tractor haaide. Maar dat is allemaal vroeger, hè. Tegenwoordig ben ik voor 80 jaar. En woon ik samen mee met een broer, onze Nol. Die kende jullie misschien nog wel. Die hebben vroeger nog wel schoorstenen gevraagd. Wonen wij samen in Beek in het bejaardentehuis. En dan had ik zo eens gevraagd, ben het dan wel niet kosten zo'n kamer daar, hè? Nou, zei ze, dat kost 200 euro per maand met z'n tweeën. Maar de eerste maand betaalde per persoon 100 euro meer. Ik zeg, hoezo betaalde de eerste maand 100 euro meer? Nou, zei ze, stel nou, hè, dat een van jullie twee doorgaat en de ander die ruimt hem zelf op, dan krijg je die 100 euro terug. Dat noemden ze daar de Klossenborg.